Goedenavond kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van Informatie Actueel InfoAct. In deze aflevering vertellen wij u meer over de reeds verrichte werkzaamheden en de gerichte investering van $235 miljoen bestemd voor het Dalian 4 programma. De regering Bouterse Adien heeft in navolging van het verder versterken van de economische groei van Suriname enkele cruciale punten in haar beleid opgenomen die moeten zorg dragen voor het continu verbeteren en verhogen van de leefomstandigheid en de ontwikkeling van de samenleving. Los van kwaliteitsgezondheidszorg, goed onderwijs, het lenigen van de woningnood en het scheppen van de basislevensbehoeften zoals goed drinkwater en energie, wordt binnenkort ook nadere invulling gegeven aan de aanpak van de infrastructuur. Goede infrastructuur zorgt voor de basis van duurzame nationale ontwikkeling. Sinds de start in 1998 met de ontsluiting van delen van Groot Paramaribo en omstreken, heeft de toenmalige regering onder leiding van president Wijden Bos een duidelijk signaal gegeven van gericht investeren. Wederom het bewijs van een regering met een duidelijke signatuur die het ontwikkelen van Suriname als prioriteit in haar beleid van 1996 had opgenomen. Ons land maakte ondanks de vele kritieken toen kennis met het Dalian 1-programma dat van start ging in 1998. Mede vanwege het grote succes van dit programma werd bij de machtsovername in het jaar 2000 door de regering Venetiaan Adjoja het beleid met betrekking tot dit stuk gecontinueerd en kwamen in de regeerperiode 2000 tot 2010 Dalian 2 en Dalian 3 tot stand. De huidige regering onder leiding van president Bouterse heeft onlangs aankondiging van het Dalian 4-programma gedaan dat in september van dit jaar van start zal gaan. De laatste jaren wordt er steeds weer bij het beoordelen van het ontwikkelingsniveau van de natie de aanwezigheid van goede infrastructuur mede als maatstaf genomen. De keuze van een land voor het plegen van investeringen is mede afhankelijk van de eeuwigheid van natuurlijke menselijke hulpbronnen, doch ook van de aanwezige infrastructuur, stabiliteit, good governance, partnership en dergelijke. De economische betekenis van Dalian 4. Wel, in feite zou u voor die vraag natuurlijk bij de beleidsmakers moeten zijn, want die hebben beter zicht op de economische implicaties. Wat ik wel kan aangeven is het contractuele. In origine, dat is het oorspronkelijke contract van Dalian 4, was beslecht met de aannemer dat minimaal 30% van de contractsom zou moeten worden besteed in Suriname, zogenaamde lokale besteding. Inmiddels heb ik vernomen en ook al zodanig instructie gekregen vanuit het ministerie dat een stukje heronderhandeling heeft plaatsgevonden. En dat thans Suriname mag rekenen op minimaal 50% van de contractsom te besteden via lokale bestedingen. Dus via lokale aannemers en leveranciers. De belangrijke sectoren van infrastructuur zijn transport, energie, water, afvalverwerking, telecommunicatie, irrigatie- en drainagewerken en afwatering. De regering Bouterse heeft daarom deze belangrijke voorziening toch de hoogste prioriteit gegeven bij het plegen van een gerichte investering, ondanks de huidige economische situatie. Jerry Kornaar, de engineering consultant van Sunecon NV, geeft een nadere toelichting over de Dalian 4 investment.
qua middelen, zeg maar, besteding. We hebben totaal het contract van 235 miljoen. Dat is al publiek bekend. Het contract Dalian 4 kent twee percelen, lots zoals we dat noemen. Perceel A en perceel B. Perceel A, dat is de bouw van de highway, de verbindingsweg tussen de Afobakkaweg en de Kennedy Highway, de weg naar Zanderij. En de bouw van een tweetal bruggen, met name de brug over nabij Fabi en de vervanging van de Van Hogereusbrug. Dat stukje omvat ongeveer zo'n 110 miljoen US dollar. En dan hebben we lot B, perceel 2, natuurlijk omvattend 125 miljoen, waarbij we een x-aantal wegen gaan bouwen, circa 100 kilometer wegen gaan bouwen en ook een brug. Ja, de parabrug gaan wij overvangen. Dus je hebt een verhouding van 235 miljoen totaal, lot A 110 miljoen, lot B 125 miljoen. En het is misschien ook goed om te vernemen dat lot A de directievoerder daar ACE is. En lot B is de directievoerder, het consortium van Sunecon Syntec, waar u momenteel zit in de office, de project office van het consortium. Nou, laten we zeggen, voorgaand kan ik alleen vergelijken Dalian 3 en Dalian 70 als het gaat om de vergelijking Dalian 4 versus voorgaande projecten. Dalian 4 heeft als, laten we zeggen, upgrading ten opzichte van de voorgaande Dalians. Sowieso al de besteding lokaal die is opgegraded van minimaal 30% naar 50%. Dat is één grote upgrade. Dat is dus een financiële upgrade. De andere upgrade is ook dat we op een vrij grote schaal voor de hoofdwegen binnen het areaal, zeker lot B, hogere kwaliteit materialen gaan gebruiken op grote schaal. Hè. Duurzamere materialen, bijvoorbeeld asfalt. Daar gaan we op een grote schaal polymeer toepassen. Polymeer is een extra materiaal dat je toevoegt aan je asfalt om hem sterker te maken en dat hij langer mee kan gaan. In het Dalian 3 project en ook in het Dalian 7 project hebben we dat ook een beetje toegepast, maar dat was op een heel kleine schaal. Nu gaan we dat op een grote schaal doen. Bijvoorbeeld de weg Latour naar Paranam komt in aanmerking voor zo'n grootschalige toepassing. Daarnaast hebben we ook op funderingsniveau gaan wij, dus dat is vlak onder het asfalt, gaan wij het funderingsmateriaal ook stabiliseren. We gaan hem dus sterker maken, dat hij ook langer mee kan gaan. En dat gaan we dus doen met een zogenaamde, wat wij noemen een road mix. Is in feite een mix van materialen met als basis cement. Een cementstabilisatie. Dus wat dat betreft, in vergelijking met de Dalian 3 en Dalian 70, maken we wel degelijk een upgrade in zowel kwaliteit te verwachten, als ook in lokale besteding van middelen. Ja, ook een ander aspect van upgrading tussen Dalian 4 en de voorgaande Dalians is wat wij nu mogen merken vanuit de aannemer zelf. Het is al begonnen in Dalian 70, is dat de aannemer schijnt zich bewuster zijn geworden dat het voor hem beter is om zoveel als mogelijk lokale arbeid in te zetten. Dus wij zien een upgrade waarbij zowel op het niveau van engineering als ook op het niveau van handenarbeiders de aannemer meer plukt uit de lokale arbeidsmarkt. En dat is natuurlijk sowieso goed nieuws. Dat van lokale engineering is helemaal nieuw. Wij dealen voor een groot deel met collega-ingenieursbureaus hier in Suriname. En dat is wel een groot verschil met de voorgaande Dalians, waarbij je volledig met Chinese teams moest dealen. Dit maakt zeg maar de communicatie over de voorbereiding van projecten vele malen makkelijker. Ook de communicatie over hoe we de kwaliteit gaan waarborgen is een stukje makkelijker. En het is altijd een beter gezicht wanneer je op het veld gaat en je ziet zoveel Surinamers werken. Dat is de harde realiteit. Ja, en dat is dus wel degelijk een groot verschil met de voorgaande zeg maar programma's van Dalian. Wel, om te zeggen, Dalian 4, de kwaliteit Dalian 4. Dalian 4 is qua fysieke uitvoering nog niet gestart. Wat we wel zien is dat we wel een upgrade hebben meegemaakt in termen van kwaliteitswaarborging door de aannemer Dalian 3 naar Dalian 70. Dalian 70 naar Dalian 4 zijn we de
om het zo uit te drukken, de duimschroeven aan het vaster draaien. Door zwaardere kwaliteitseisen te stellen ten aanzien van de organisatie van de aannemer, zijn laboratoriumtesten, de eigen interpretatie van kwaliteit, correctiemaatregelen, etc. Dus we verwachten wel dat we met Dalian 4 een hoger niveau gaan halen ten aanzien van kwaliteit waarborgen. Ja. Ja, dat is de verwachting. Ja. In termen van het asfalt moet ik zeggen dat we met uitzondering van die grote schaal van polymer die we nu gaan toepassen en die op zichzelf ook al additionele kwaliteitscontroles vereist, moet ik zeggen dat overal we met vanaf het Dalian 3 project, Dalian 70, maar wat ik ook weet van de landelijke asfalteringsprojecten, we wel degelijk een upgrade hebben meegemaakt ten aanzien van de vervaardiging van asfaltmaterialen, maar ook de toepassing van funderingsmaterialen en zanden. Nagenoeg alle grote wegenbouwers in Suriname, het zij de lokale wegenbouwers, het zij de expat, de internationale wegenbouwers, hebben in feite in vergelijking met voorgaande programma's wel degelijk een grote upgrade meegemaakt, met name in de engineering van hun materiaaltoepassing. En dat is sowieso goed nieuws, dat wij hedendaagse beter in staat zijn optimalere mengsels te vervaardigen voor bijvoorbeeld het asfalt, om duurzamer materiaal op de weg te krijgen. Zodat we in feite uiteindelijk langer mogen genieten als samenleving van die grote investeringen die worden gedaan door de samenleving zelf, hè, via deze projecten. Wanneer staat Dalian 4? Strikt formeel zijn de contracten al getekend, zowel het uitvoeringscontract als de financing agreement. Dus wat betreft is er geen sta in de weg meer om te beginnen. Wij moeten wel nog wat voorbereidende zaken moeten worden afgerond tussen de staat Suriname en de staat China. Maar daarnaast ook nog wat voorbereidingen aan de zijde van de uitvoerende partijen, zowel Dalian als de ingenieursbureaus. De inschatting is dat wij ergens september fysiek zullen gaan starten met het project, ja, de formele start. En wil je september ergens starten, dan kan het niet anders dat je nu al bezig moet zijn met een stukje voorbereiding. En dat is wat er nu gaande is. Het volk, de mensen, de samenleving, die zullen nog heel weinig fysiek zien gebeuren op straat ten aanzien van Dalian 4. Uitgezonderd, een paar poppetjes met safety gear die ze op straat zien lopen, die de weg aan het opmeten zijn, die boringen aan het doen zijn om de bestaande weg op te meten, sterktemetingen aan het doen zijn. Maar op kantoor, daar gebeurt het grote werk op dit moment, Dalian 4. En dat is aan de ene kant de aannemer die zijn ontwerpen voorbereidt en bij ons indient. En na indiening bij ons worden de ontwerpen beoordeeld door ons ingenieursteam. Samen bijgestaan door veldinspecteurs die controleren op het veld of wat op papier is gezet door Dalian ook daadwerkelijk klopt met de werkelijkheid. En nadat deze stukken allemaal zijn doorlopen, en dat is best wel pittig, want je gaat kijken naar het ontwerp van de weg. Is de weg op de juiste breedte? Hoe is de loop van de weg? Is die veilig? Hoe zijn de veiligheidsvoorzieningen? Maar ook hoe sterk is die weg gemaakt in termen van opbouwen? Welke materiaal wordt toegepast? Wanneer je daarmee helemaal eens bent, dan komt er een goedkeuring van het ontwerp. En dan komt een voorbereiding voor de uitvoering. Dan moet de aannemer nog indienen een uitvoeringsplan. Want het is mooi natuurlijk om papieren te hebben, een mooi ontwerp voor bijvoorbeeld de weg Paranam naar Meursweg. Waarmee we als eerste zullen gaan starten, denk ik. Is het mooi om het op papier te hebben, maar wat op papier is, moet ook nog kunnen worden uitgevoerd. En dat moeten wij vooraf toetsen, om het niet op het veld gaan en dan voor een hoop verrassingen komen te staan. Dus dat vereist een uitvoeringsplan en een veiligheidsplan. En dat als allemaal door de beugel gegaan is en door ons is gesaneerd en is vrijgegeven voor constructie, dan gaan we fysiek naar het veld. Dus u zult een hoop paparazzen aantreffen bij de ingenieursbureaus, zowel bij de ontwerper van Dalian als bij de directievoerders, ACE Consultants en het consortium Synecon Syntec. Al die paparazzen moeten worden beoordeeld om straks in het veld de basis te vormen voor een stukje uitvoering.
Je hebt een uitvoeringsgarantie. Ja. En die uitvoeringsgarantie omvat de periode van uitvoering. Dat zal dus 3 jaar zijn. De eerste weg die wordt afgerond, zeg neem maar even Paranameursweg. Als dat stukje is afgerond, zeg maar ergens eind van dit jaar, dan zal vanaf dat moment daar je nog een jaar onderhoudsverplichting hebben. En daarna nog 4 jaar garantieverplichting. Dus het is niet zo dat alle wegen 8 jaar garantie hebben. Nee, de wegen hebben vanaf het moment dat ze klaarkomen, als ze afgerond, hebben ze 4 jaar garantie. Eentje onderhoud, en, sorry, 5 jaar garantie, eentje onderhoud en 4 jaar garantie. Ja? En, maar het is wel zo dat gedurende de uitvoering daar je ook al moet blijven onderhouden wat ze aan het maken zijn. Ja? Dus als ze bijvoorbeeld een zandbed hebben aangelegd, en ze hebben nog niet de funderingslaag aangelegd en de asfaltlaag, moet ook het zandbed worden onderhouden, zodat wij kunnen waarborgen dat de mensen veilig naar het huis kunnen gaan. Hè? Bij het voorbereiden van dit project is het zaak dat alle aspecten van de weg moeten worden meegenomen. Dus ook de afwatering van de weg. Als het gaat om afwateringsvoorzieningen, wordt daarin ook gehouden het nodige te doen in termen van afwatering, goede afwatering. Dat betekent dat we in het veld bezig zijn ook wegsloten aan te passen, duikers aan te leggen, te bekokeren waar nodig, beschoeien te slaan. Alleen maar om te waarborgen dat de wegafwatering is geregeld. Eerlijkheid gebiedt mij en volledigheidshalve moet ik wel aangeven dat Dalian niet verantwoordelijk is voor gebiedsontwateringen. Dus dat stukje valt wel nog gewoon onder het ministerie van Openbare Werken. Samenwerken met de nutsbedrijven. In feite samenwerking met alle derde partijen die ook een inbreng hebben op de wegrealisatie. En nutsbedrijven zijn een van de grootste derde partijen, partners die we moeten hebben. Eerlijkheid gebied om te zeggen, om aan te geven dat in het verleden het niet altijd spanningloos was. Niet dat het nu spanningloos is, maar ik moet zeggen, er is grote vordering geboekt in een goede afstemming met de nutsbedrijven. SWM, EBS, we zijn veel minder met telezuur bezig. Maar de samenwerking met EBS en SWM is stukken verbeterd. Dat is een heel goede samenwerking. Dus ja, ik verwacht over het Dalian 4 project, dat niet anders dan wat we nu gewend zijn op Dalian 70, we mogen rekenen op een volledige ondersteuning vanuit de nutsbedrijven. Andere lopende projecten, iets daarover zeggen. Ik kan het alleen maar houden op de projecten waar ik en mijn team zelf bij betrokken zijn. En ik zou dus ook willen beperken tot een Dalian 70. We zijn de Dalian 70 aan het afronden, want daar zijn we als consortium ook bezig met de begeleiding. Dalian 70, de naamgever zegt het al, we hebben 70 kilometer aan weg uitgevoerd in de afgelopen 2 jaar. We zijn nu in de afrondende fase. Ik denk dat we nog een vijftal wegen moeten afronden. Purwadadi dacht ik, Wonorejo, Koffiedam. Een stukje bij Mata moeten we nog aanleggen. En nog 1 weg. Dus we zijn in de afrondende fase. We hopen daar in augustus echt een streep te trekken. Dat stukje afgerond is. En dan hebben wij pakweg een 70 kilometer gereconstrueerde wegen weer opgeleverd voor de Surinaamse samenleving. Ik ben Rino Changahun, projectmanager op het Dalian 70 project. We staan hier op de Koffiedam, waar voorbereidingen worden getroffen voor de asfaltering van de Koffiedam.
Het Dalian-project behelst het asfalteren van 70 kilometer aan wegen. Het betreft zowel asfaltwegen als bestraten wegen met straatstenen. Het project is gescheduled voor een jaar. We zijn nu aan de afrondende fase. We zijn nu ongeveer nog, misschien nog een maandje bezig. Dan wordt het project afgerond. We hebben nog ongeveer zeg maar een 5 kilometer te asfalteren aan toplagen. En dan is het project afgerond. En dan gaan we over naar het vervolgproject, het zogenaamde Dalian 4 project. Waar de highway ook aan de beurt komt onder andere. Het verloop van het project heeft natuurlijk zijn ups en zijn downs. Maar over het algemeen is het wel goed verlopen. We hebben met name in deze periode heel veel regen gehad. Dat is een van de uitdagingen. Maar je ziet hier Koffiedam. We werken toch een beetje in de regentijd. Maar het heeft toch een goed resultaat opgeleverd qua eindproduct. Het project is verdeeld dus over een aantal wijken. Er wordt gewerkt bijvoorbeeld op de weg naar Matta in het district Para. We hebben wegen gedaan in de wijk Sunny Point. We hebben gedaan op Hannaslust, zogenaamde Oud-Hannaslust. We hebben ook gewerkt in het noorden op Geersvlei, de Gompertstraat. We werken ook op Lelydorp, de Poerodadiweg, Wonoridgeweg hebben we ook gedaan. En zo zijn er nog een paar andere wegen in de wijken die geasfalteerd zijn. Met de nutsbedrijven hebben we heel goede samenwerking. Sommige straten hebben van die oude waterleidingbuizen bijvoorbeeld, zogenaamde asbestbuizen. En als we eenmaal bezig zijn met asfaltering van de weg, is direct besloten om direct die oude asbestbuizen te vervangen in nieuwe PVC-buizen. Soms liggen de buizen in de weg, dan hebben we ze direct naar de bermen verplaatst. Of evenzo met EBS. Vaak zijn de EBS-palen te dicht bij de weg. En die hebben we ook direct samen met EBS verplaatst op een vergelegen afstand van de weg. Dus de samenwerking is heel goed te noemen. Bij Telesuur is idem dito. Telesuur heeft ook af en toe vaak kabels in de weg liggen. Die moeten dan ook herlegd worden naar de berm buiten het asfalt. We werken met zowel met asfalt als met betonstraatstenen. Maar overwegend, groot gedeelte is asfalt. De kwaliteit van het asfalt die moet voldoen aan de... We werken met de Amerikaanse standaarden. Mocht er iets gebeuren, dan refereren we aan die standaard van Amerika. De aannemer moet ook garanderen dat binnen een jaar er geen mankementen optreden aan het asfalt. Mocht er toch issues zijn of mankementen, dan moet hij die natuurlijk kosteloos herstellen binnen die garantieperiode van een jaar. Hier bij de Koffiedam, deze weg was vroeger een zandweg met een open riolering. En bij een regenbui en kwam er heel veel gaten in de weg. Het was een heel slecht toegankelijke weg. Maar nu, na de asfaltering, hebben we ervoor gekozen om de weg een gesloten riolering te geven. We hebben ongeveer 600 meter buizen gelegd hier in de weg. We hebben banden geplaatst, straatkolken. En zo meteen komt er een mooie asfaltweg hier in de plaats. Kijk, de weg op zich zal niet onder water lopen, maar je moet natuurlijk op een groter plaatje bekijken. We hebben de riolering van de weg aangepakt, maar de stroming naar de hoofdriolering die moet natuurlijk ook in orde zijn. De status van de andere wegen en de andere wijken, die waren in de meeste gevallen heel erg slecht. De meeste waren zandwegen, sommige waren oude asfaltwegen met heel veel gaten. Openbare werken moesten steeds die wegen gaan herstellen, ze nog opvullen met asfalt. Als je bijvoorbeeld kijkt in de wijk Hannaslust, waren oude asfaltwegen met heel veel gaten, heel veel potholes, heel oud asfalt. Maar nu, als je nu gaat naar Hannaslust, helemaal mooi geasfalteerde wegen. Wat ook de buurt een heel ander beeld geeft. In de wijk Sunny Point bijvoorbeeld, dat was vroeger een allemaal zandwegen. De wijk liep constant onder water. Maar nu naar asfaltering. We hebben de riolering aangepakt, de wegen geasfalteerd. En nu is het een heel
perfect mooie week geworden. Het type asfalt dat we toepassen hangt af van de locatie waar we het gebruiken. In de woonwijken gebruiken we een zogenaamde andere klasse asfalt voor minder zwaar belaste wegen. Maar op een weg naar bijvoorbeeld Matta, een hoofdweg, daar wordt een zwaarder ontworpen weg toegepast. Dikker asfalt en ook een beetje stijver asfalt. Dus het hangt af van waar, van de wegcategorie, wat voor type asfalt we toepassen. Na asfaltering wordt ook wegmeubilair aangebracht. Bijvoorbeeld de verschillende stopborden, de snelheidsborden en natuurlijk ook de wegbeleiding, stopstrepen en de asbeleiding. Dat hoort ook bij tot het geheel pakket van Dalian. Ja. De weg, de Puro Radiweg, was vroeger een zandweg. De weg is ongeveer 2,4 kilometer lang. Het was een weg die bestond uit de open riolering. De aannemer Dalian heeft er een gesloten riolering geplaatst, trottoirbanden geplaatst. En dan komt inderdaad de asfaltverharding daarop. Het was vroeger een heel slechte, natuurlijk, heel slechte zandweg. De Puroradiweg is een parallelweg, heel parallel aan de Indira Gandhiweg. En je komt vanuit Helena Christina, kan je rechtstreeks doorrijden tot naar Lelydorp. De rijweg naar Matta, dat was vroeger een laterietweg. Wij hebben geasfalteerd vanaf ongeveer Sanderij Airport tot naar dorp Matta, afslag Matta. Over een lengte van ongeveer 8,5 kilometer. Je weet, laterietwegen hebben altijd heel veel slechte plekken, vooral na regen. En dat hebben we dus nu hersteld, herzien naar een asfaltweg. Het belang van het Dalian 70 project, het verbeteren van het leefgenot, het verbeteren van het rijcomfort en lokaal verbeteren van de drainage in de woonwijken en zowel op de hoofdwegen. Zover deze aflevering van InfoAct. Ik wens u een fijne avond verder. Tot de volgende keer.